man naar wie mijn moeder tegen het einde van de oorlog hevig verlangt. Zijn naam is Bernard Montgomery. Hij is de Britse bevelhebber van de 21ste legergroep en hij speelt een belangrijke rol in de aanloop naar de Slag om Arnhem. Hij is ook de bedenker van operatie Market Garden. Dit plan gaat mis bij Arnhem. Alleen al bij operatie Market Garden zijn er 17.000 soldaten gewond geraakt en gesneuveld. Die schreef de echte namen van de Joodse kinderen en hun nieuwe namen op dunne briefjes. En deze briefjes deed ze in jampotjes. En die begroef ze in de tuin van haar buurman onder de appelboom. Zo hoopte ze dat ze later weer de kinderen met haar ouders zou kunnen herenigen. Tijdens de Auschwitz-proces in 1963 wordt hij veroordeeld voor 114 keer moord en 1000 gemeenschappelijke moorden. Ursula Boker is zijn kleindochter. En dan zien ze wat er gebeurd is. De soldaten hebben elkaar afgeslacht. De lijken hangen in de bomen en liggen op de grond. Kijk maar niet, zegt mijn oma. Zie je het? Het is licht geworden.